Hoi en welkom bij de video over de richting filosofie en levensbeschouwing. Mijn naam is Kaloepie en ik studeer zelf filosofie. Vandaag zijn we op Tilburg University en ga ik jullie wat meer vertellen over de richting filosofie en levensbeschouwing. Maar eerst gaan we even kijken naar hoe je eigenlijk zo'n studiekeuze maakt. Onder dit interessegebied vallen twee studies, namelijk filosofie en theologie. Nou, wat goed is om te weten over theologie, is dat we in Utrecht de Nederlandstalige versie hebben en in Tilburg de Engelstalige versie. Tilburg University is sowieso een hele internationale universiteit. Er lopen hier dan ook meer dan 100 nationaliteiten rond op de campus. Voordat ik jullie wat ga vertellen over de inhoud van de twee studies, gaan we eerst even kijken naar beelden over Tilburg als studentenstad. Stad, hè? Nou, in de Bachelor Filosofie ga je bezighouden met vragen over mens en maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan, wat is rechtvaardigheid? Waarom willen wij zo graag macht hebben? Of, wat is de relatie tussen mens en robot? Of, waarom handelen wij op de manier zoals dat wij nu handelen? Filosofie leert je op een kritische en systematische manier vanzelfsprekendheden bloot te leggen. En wat ik zo leuk vind aan filosofie is dat het mij altijd intellectueel prikkelt. Het geeft mij de tools om uit een situatie te kunnen zoomen en meerdere perspectieven in te kunnen zien. Ja, en dit geeft mij eigenlijk altijd een hele frisse blik over vraagstukken anno nu. Theologie is een hele brede en veelzijdige studie waarin je veel leert over mens, maatschappij en het christelijk geloof. De studie zou bij je kunnen passen wanneer je het heel leuk vindt om vragen te stellen en te reflecteren. Maar ook wanneer je heel erg geïnteresseerd bent in disciplines zoals bijvoorbeeld filosofie, maar ook sociologie en psychologie. Daarnaast ga je ook veel leren over oude talen, zoals bijvoorbeeld Hebreeuws en Grieks. Nou, om de verschillen tussen de twee studies wat beter te belichten, gaan we aan de hand van twee vragen ga ik een filosofisch perspectief en een theologisch perspectief bieden. De eerste vraag is, wat is de rol van de mens in de wereld? Nou, vanuit een filosofisch perspectief ligt het er eigenlijk aan wat jouw opvatting is over hoe de mens is ontstaan. Heb jij een meer religieuze opvatting? En dan geloof je dat wij zijn geschapen door God en dat we eigenlijk moeten handelen zoals dat Hij dat heeft bedoeld. Heb je meer een evolutionaire opvatting? Nou, dan zijn we slechts een onderdeel van de natuur. En deze vragen kunnen heel interessant zijn in bijvoorbeeld het hedendaagse klimaatdebat. Zijn wij verantwoordelijk om te verduurzamen als bijvoorbeeld bedrijf, maar ook als individu?
Nou, bij een meer theologisch perspectief is het belangrijk dat we bij het beantwoorden van deze vraag ook vragen stellen over God. In wat voor God geloven bijvoorbeeld christenen, joden en moslims? Nou, als jij gelooft dat we zijn ontstaan uit God, dan geloof je waarschijnlijk ook wel dat we een soort rentmeesters zijn van de aarde en daarmee dus goed moeten zorgen voor de aarde om ons heen. Geloof je dat we zijn ontstaan uit een meer evolutionair proces, dan denk je misschien zelfs wel dat we een soort allersterkste diersoort zijn die gewoon recht heeft op de aarde. Nou, het kan natuurlijk ook zijn dat je een soort combinatie gelooft. Nou, wat belangrijk is om te weten over theologie, is dat je niet altijd vanuit een geloof naar situaties kijkt. Je kijkt inderdaad natuurlijk vaak vanuit het geloof, maar je kijkt ook heel erg vaak vanuit andere perspectieven naar vraagstukken. Nou, de volgende vraag is, hoe bepalen we wat goed is en fout is, of wat rechtvaardig en onrechtvaardig is? Nou, als we vanuit een filosofisch perspectief kijken, dan zijn er wederom weer heel veel verschillende opvattingen. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je gelooft dat goed te maken heeft met geluk en bijvoorbeeld fout met pijn. Zo zou je kunnen denken dat het goed is om bijvoorbeeld te gaan voor het meeste geluk. Maar er zijn ook filosofen die geloven dat er een soort middenweg is. Zo is er bijvoorbeeld ook een middenweg tussen laf en overmoed. Dat is bijvoorbeeld moedig. Wat belangrijk is om te weten bij de studie filosofie, is dat je eigenlijk de hele studie theorieën en opvattingen leert van grote filosofen. Maar uiteindelijk is ook jouw opvatting heel belangrijk. En gaat het erom hoe jij die opvattingen zo goed mogelijk kunt beargumenteren. Vanuit de theologie zou je deze vraag kunnen beantwoorden door de vraag te stellen wat God als goed of fout ziet. Maar daarnaast zou je kunnen stellen dat terwijl mensen proberen te begrijpen wat volgens God dan goed of fout is, ze alsnog goede daden verrichten, maar ook enorme fouten maken. Je zou ook kunnen stellen dat mensen zelf eigenlijk wel goed weten wat goed en fout is. Door te luisteren naar ons geweten. Wat je hier doet is eigenlijk enerzijds naar religieuze tradities kijken, anderzijds ook je eigen realiteit onderzoeken. Het laatste waar ik het nog heel even over wil hebben met jullie zijn eigenlijk de vooroordelen die samenhangen bij studies zoals filosofie en theologie. Ga je er wel een baan in vinden? Wat leer je nou eigenlijk? Leer je wel iets nuttigs? Of de studenten zijn heel zweverig? Nou, ik ga proberen om die vooroordelen bij jullie weg te nemen. Zo denken mensen bijvoorbeeld dat theologen per definitie eigenlijk altijd bij de kerk gaan werken. Maar niets is minder waar. Theologen vind je ook op plekken waar je ze misschien niet meteen zou verwachten. Zoals bijvoorbeeld geestelijk verzorger in het ziekenhuis of bijvoorbeeld in de gevangenis. Maar ook als docent voor de klas. Of misschien als adviseur bij bedrijven omtrent verschillende vraagstukken. Dit geldt eigenlijk net zo goed voor de studie filosofie. Zo leer je bij filosofie vaardigheden zoals goed kunnen schrijven, kritisch nadenken en een situatie vanuit meerdere perspectieven kunnen belichten die eigenlijk heel erg handig kunnen zijn in bepaalde functies. Zo zie je filosofen terug in het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld in de bankwereld of in de zorg. Of bijvoorbeeld in defensie als ethicus. Je bent immers supergoed getraind in het behandelen van ethische kwesties. Ook als je kijkt naar de studenten binnen de twee studies, heb je eigenlijk altijd te maken met een hele diverse groep jonge mensen die ook allemaal ambitieuze ideeën hebben. Mijn punt is eigenlijk dat je je nooit moet laten tegenhouden door vooroordelen. Het belangrijkste is dat jij een studie doet waar jij je op je gemak bij voelt en dat je echt heel leuk vindt. Nu vraag je je misschien al de hele tijd af, maar waarom ben jij nou eigenlijk filosofie gaan studeren? De reden dat ik filosofie ben gaan studeren was omdat ik eigenlijk altijd heel breed geïnteresseerd was in heel veel onderwerpen. Ik kon dus eigenlijk gewoon niet kiezen. Nou, bij filosofie tik je eigenlijk heel veel verschillende disciplines aan, maar dan altijd natuurlijk vanuit een filosofisch perspectief. Wat ik ook heel belangrijk vind bij een studie is dat het je intellectueel prikkelt. En dat doet filosofie zeker. De reden waarom ik voor Tilburg University heb gekozen is omdat ik de campus gewoon heel mooi vind en heel fijn en compact. Dat is ook heel fijn, want je komt eigenlijk altijd heel veel studenten tegen, ook van andere faculteiten. Tilburg is een hele bruisende stad, maar tegelijkertijd ook heel laagdrempelig. En dat is heel fijn, daardoor vind je eigenlijk altijd heel makkelijk je draai. Ik hoop dat ik in deze video al jullie vragen heb beantwoord. Ben je nu nieuwsgierig geworden?
Kom dan vooral naar de open dag. En wie weet, zie ik je daar.